WWF is met meerdere gezamenlijke projecten een belangrijke partner voor Alpro in het duurzaamheidsbeleid. Zo zijn we bijvoorbeeld ook het eerste Europese voedingsbedrijf dat toetrad tot het WWF Climate Savers programma. Tussen 2008 en 2013 reduceerde Alpro zijn operationele CO2-emissies met 21%, terwijl we een groei optekenden van 26%. Nous venons de fêter le 125e anniversaire de la première zone de protection des eaux minières naturelles à Spa et qui montre très bien cette volonté, cette passion, cette obsession de protéger pour les générations futures. Het afvalwater bevat energierijk zetmeel. Dat zetmeel gaan we dan verder vergisten en bij dat vergistingsproces wordt er biogas gegenereerd. Dat biogas wordt verbrand in een biogasmotor en dat levert groene stroom op. Het is zo dat op vandaag Midibel al 25% van zijn elektriciteitsbehoefte haalt uit groene stroom. Door de investeringen die nu in 2014 gestart zijn, gaan we dat zelfs verviervoudigen en gaan we kunnen voorzien in 95% van onze eigen elektrische behoefte. Het eerste meest in het oog springen is het feit dat wij een warmterecuperatiesysteem hebben geïmplementeerd. We hebben ook onze temperatuur in onze koelruimtes lichtjes verhoogd en we werken met groene stroom. Zo hebben wij bijvoorbeeld een productieproces ontwikkeld waarbij we geen afval hebben, maar waarbij alle nevenproducten gevaloriseerd worden. Wij passen de keten korting toe op drie verschillende productconcepten. De aardbeientaarten, waarbij we aardbeien kopen bij een West-Vlaamse aardbeienboer. 'S Morgens geplukt, de dag zelf verwerkt. Appelen die we kopen bij een appelboer uit het Hageland. En wordt ook op dezelfde manier verwerkt in verse taarten. En tot slot contracteren wij ook een ketenbloem op basis van een contract tussen drie partijen. Een bloemmolen, een tarweboer en onszelf, en dat verwerken we in artisanale broden. Bij Inex halen wij de melk zelf op, de verse melk dus zelf op bij de melkveehouders. Wij hebben de laatste 3 jaar het wagenpark totaal vernieuwd. We zijn naar grotere en zuinige tankwagens gegaan van 27.000 liter, zodat we eigenlijk voor dezelfde aantal liters op te halen, wij veel, veel minder kilometers rijden.